Goedenavond, dames en heren. Twee onderwerpen, allebei al jaren actueel en ze zullen dat waarschijnlijk nog lange tijd blijven. Abortus en files op de wegen. Maar abortus toch wel het thema dat de binnenlandse politiek momenteel overheerst en daarom beginnen we daarmee. Noodsituatie is het kernwoord in het wetsvoorstel Lallement Herman Michielsens dat afgelopen week in de Senaat is goedgekeurd. Of de Kamer dat ook zal doen is de vraag, want de ChristenDemocraten zeggen al het mogelijke te zullen doen om het tegen te houden. Elk jaar krijgen in België zo'n 16.000 vrouwen een abortus en dat is in verhouding meer dan in Nederland dat abortus al in 81 liberaliseerde. In ons land is het al jaren zo dat abortus door bepaalde parketten vervolgd wordt terwijl andere parketten de andere kant op kijken. Daar willen Lallement en Herman Michielsens een einde aan maken door abortus onder bepaalde voorwaarden niet langer strafbaar te maken. Even kort de inhoud bekijken. Abortus kan niet worden bestraft voor 12 weken als de vrouw zich in een zogenaamde noodsituatie bevindt. Een formulering waar de Raad van State bezwaren heeft tegen geopperd. Als een vrouw na een vaste bedenktijd van 6 dagen en na een gesprek met een arts volhoudt dat abortus voor haar de enige oplossing is, dan mag de arts van zo'n noodsituatie uitgaan en dan kan de rechtbank dat niet meer in twijfel trekken. Na 12 weken zwangerschap kan abortus alleen nog als er sprake is van ernstig gevaar voor de gezondheid van de vrouw of van een ongeneeslijke kwaal bij het ongeboren kind. In de Senaat is gebleken dat er tussen de standpunten van voor- en tegenstanders zelfs nog geen begin van toenadering is. En dadelijk in de reportage zal blijken dat die onverzettelijkheid niet tot de Senaat beperkt blijft. Noodsituatie. De Senaat, dinsdag 24 oktober. Aan de orde is het voorstel van wet betreffende de zwangerschapafbreking strekkende om de artikelen 348, 350 en 351 van het strafwetboek te wijzigen en de artikelen 352 en 353 van hetzelfde wetboek op te heffen. La discussion générale est ouverte, de algemene bespreking is geopend. En ik vraag dus niet aan uw collega's een wet te stemmen die immoreel is. Ik zou met de woorden van Jean Dabin willen zeggen, die de leermeester geweest is in Leuven van zoveel generaties juristen. La loi est immorale lorsqu'elle commande de faire ce que la morale réprouve. Et quand elle interdit de faire ce que la morale commande. Ik zou willen zeggen hoezeer wij verkeerd zijn als wij denken dat tussen wet en moraal er met het goedstemmen van onze tekst iets kwalijks zou gebeuren. Dat wij een immorele wet zouden maken. Dat wordt ons verweten. De Magdalenazaal in Brussel, 15 oktober. De voorstanders van de liberalisering van abortus houden een meeting aan de vooravond van het debat in de Senaat. Het ziet er naar uit dat na meer dan 15 jaar mislukte pogingen een wetsvoorstel om vrijwillige zwangerschapsafbreking uit het strafrecht te halen een goede kans maakt om door het parlement te raken. Abortus is niet strafbaar, zegt het wetsvoorstel Lallement Herman Michielsens, als de vrouw zich in een noodsituatie bevindt. Het wetsvoorstel zegt in een noodsituatie. En dan heb je natuurlijk het beeld dat aan de realiteit kleeft van de vrouw die in het kader van deze wetgeving bij een geneesheer zal gaan. Met haar noodsituatie. Die heel verscheiden kan zijn, inderdaad. Heel complex, inderdaad. En voor de ongelovige Thomassen natuurlijk een beetje klinkt als gelijk welk dom verhaal van de vrouw, dat is het dan. Nee, zo is de realiteit niet. Eer een vrouw zich opent tegenover een geneesheer over haar problematiek, dan is zij al zeer gehavend, zou ik zeggen, door haar levensomstandigheden. Dus hier is de idee van, ik wil niet meer, ik kan niet. Ik kan het niet aan.
Wat dit magisch woord noodsituatie betekent, is nergens omschreven. Als volgende stap wordt verklaard dat de abortusvraag door de vrouw het enige en voldoende criterium is om de noodsituatie te bewijzen. De vrouw beslist soeverein, de knecht dokter voert uit. Dr. Jacques Janssens is een katholiek gynaecoloog en uitgesproken tegenstander van de liberalisering van abortus. Op een postuniversitaire studiedag aan de Vrijzinnige Vrije Universiteit van Brussel spreekt hij voor een publiek van collega's gynaecologen over de ethische aspecten van abortus provocatus. Men bekomt liberalisatie zonder enige controle van gerecht of orde van geneesheren. De abortuswet wordt niet gewijzigd. Hij wordt in wezen afgeschaft met later in tegendeel een recht op abortus. De inzet wordt duidelijk. Men wordt gedwongen, uitdrukkelijk en zonder uitvluchten te kiezen. Voor of tegen het willekeurig en straffeloos doden van medemensen. Nu bij het begin van het leven, weldra ook bij het einde van het leven. Als gevolg hiervan... Het andere referaat over de ethische aspecten van abortus is van Jean-Jacques Amy, professor aan de VUB, vrijzinnige en uitgesproken voorstander van de liberalisering van abortus. Een vrouw met een ongewenste zwangerschap zal deze laatste vaak laten afbreken, wat ook de wettelijke bepalingen ter zake en het risico voor haar eigen persoon. Het betaamt de overheid en de gezondheidsdiensten deze realiteit indachtig te zijn. In de meeste landen waar de wetgeving geliberaliseerd werd, heeft men een drastische daling van de frequentie van clandestine abortus kunnen waarnemen, gepaardgaande met een vermindering van dezelfde grote orde in de sterftecijfers. Professor Amy naast de Naamse dokter Willy Peers tijdens een pro-abortusbetoging in 82. Al vele jaren voert Amy abortussen uit in het academisch ziekenhuis van de VUB. Niet alleen als de gezondheid van de vrouw gevaar loopt of als er een misvormd kind dreigt ter wereld te komen, maar ook als de vrouw zich in een sociale of psychische noodsituatie bevindt. Sinds 81, het jaar dat het gerecht opnieuw abortus is beginnen vervolgen, heeft Jean-Jacques Amy al verscheidene keren met dat gerecht gebotst. Ik denk dat het oneerlijk is van het debat te voeren op een moreel en ethisch vlak. Dat men dus de discussie niet mag beperken tot... vernietigt men of vernietigt men geen menselijk leven? Men moet het hebben over het bestaande leven, over jonge vrouwen. De vraag die concreet wordt gesteld is, gaat alles in het werk worden gesteld opdat de gezondheid van die jonge vrouwen zou worden gevrijwaard of niet? Het is dus een probleem van volksgezondheid. En dat is onze primaire motivatie. Ik heb in België zelf geen vrouwen zien sterven, maar als jonge extern en later intern, dus student geneeskunde in de Brusselse ziekenhuizen, wist ik heel goed dat er geen nacht voorbij ging of er werden vrouwen opgenomen of gezien op de spoedopname wegens verwikkelingen opgelopen ten gevolge van een clandestine abortus. Ik heb talrijke vrouwen zien sterven in de Verenigde Staten en in Afrika ten gevolge van clandestine abortus. En dat heeft mij gesterkt in mijn overtuiging. Wat zeer storend is, om niet te zeggen revolterend, is het feit dat het vrouwen zijn die behoren tot de minst begoede klasse, die behoren tot families die het meest gestoord zijn. De vrouwen wiens relatie
met de partner het slechtst verloopt, die uiteindelijk vatbaar zijn voor gerechtelijke vervolgingen. En die vrouwen hebben uiteraard veel minder verweer. Wie niet vervolgd wil worden, trekt naar Nederland. Want Belgische vrouwen worden alleen gestraft voor een abortus in België. En zo komt het dat de overgrote meerderheid van de Vlaamse vrouwen, zo'n kleine 5000 per jaar, nog altijd de grens overtrekt. Aan dat abortustoerisme komt een einde als het wetsvoorstel over de vrijwillige zwangerschapsafbreking wet wordt. Indien deze wet gestemd wordt, dan zou ik onder meer betreuren dat dat neerkomt op een devaluatie van de hoge waarde, de zeer hoge waarde die men moet toekennen aan een mens in wording. Want die devaluatie die zou dan gedaan geweest zijn door meer dan 50%, ik bedoel, door de meerderheid van de vertegenwoordigers van het volk. Marcel Renard is professor emeritus aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Abortus wil hij niet uit het strafrecht. Van levensbelang, zegt Marcel Renard, is het voorkomen van abortus door een goede anticonceptie. Met dat standpunt gaat hij in tegen de officiële leer van de Katholieke Kerk. Men moet weten wat men wil. En dat wil dus zeggen, nietwaar, dat men bijvoorbeeld aan preventie moet trachten te doen, zelfs als het delicaat is, bijvoorbeeld in verband met de jeugd. Er zijn op 100 aanvragen voor zwangerschapsafbreking, zijn er 35, 38, 40% vanwege ongehuwde jongeren tussen de 15 en de 24 jaar. Wat kan men daaraan doen? Wel, men kan aan die jongeren, denk ik, een optie voorhouden van menswaardige seksualiteitsbeleving, zodanig dat de seksualiteitsbeleving dat die niet gebanaliseerd wordt. Dat is veel te mooi om te banaliseren. Men is bezig met dat ongelukkiglijk te banaliseren. Men zou daar moeten in verstaanbare termen op school over spreken, zelfs indien dat delicaat is. Men zou aan de jeugd moeten uitleggen dat als ze zich begeven tot seksuele intimiteiten en als seksuele intimiteiten niet beëerst worden, dat daar een wetmatigheid is die maakt dat men riskeert te eindigen met onvoorziene, ongeplande betrekkingen, dus betrekkingen zonder anticonceptie, dus ongewenste zwangerschappen. Bij een adolescenten, alstublieft, nog een groter drama dan bij mensen die getrouwd zijn of bij mensen die in een vaste verhouding leven. Zondag 22 oktober. Provita houdt een bedevaart naar Banneu, 25 kilometer stappen voor het leven. De bedevaarders bidden opdat de voorstanders van de legalisering van abortus in de Senaat alsnog tot inkeer zouden komen. Want Provita staat compromisloos achter de bescherming van het ongeboren leven. Abortus is kindermoord zonder meer. Wij weten met de scholen dat er 18.000 kinderen wegvallen. Dit is niet niks. Aan de andere kant worden er per jaar tussen de 15.000 en 20.000 abortussen gedaan. Blijkbaar is hier een probleem van vraag en aanbod die elkaar niet vinden. Maar ik doe beroep op de vrouwen om de abortus niet te doen. Dat zij hun kind afstaan voor adoptie, dit is een mogelijkheid. Dat men inderdaad de faciliteiten vermeerdert die er zijn op gebied van opvang van de eenoudergezinnen. En dat men vooral bij deze mensen die grote families hebben en die een abortus doen na een derde of een vierde kind, ophoudt met hun economisch te discrimineren. Het is een schande dat de sociaal-pedagogische toelage niet tot stand is gekomen, ondanks alle beloften van de regering en de wetgeving daaromtrent. Men weerhoudt de grote gezinnen van uiteindelijk de vreugde van het kinderen hebben, omdat men de moeder verplicht in een economisch onwaardige situatie te brengen. Dit is een derde ongeveer van de abortussen die daarvoor worden gepleegd. En in een land zoals wij, waar we alle luxe hebben, is dit gewoon een schande. De sfeer is ingetogen en sereen, tot iemand van de organisatoren zijn afkeer voor de BRT niet kan onderdrukken en meent ons het filmen te moeten beletten. Wees gegroet, Maria, vol genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, moeder God,
als gelovig mens aanvaard ik dat alle vaderschap van God komt. Maar behalve dat is er au fond het recht van elke burger om te bestaan. Een staat die dat niet meer garandeert. Dan mag je van verzekerd zijn dat hij uiteindelijk in ontbinding gaat. Het parlement kan hierover geen vaandelvlucht plegen. Als het parlement vaandelvlucht pleegt, in geval van de abortuswetgeving, dan ontkent hij het recht van het blote zijn, het naakte bestaan. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Dr. Luc Kiebooms is secretaris van de Vereniging van Geneesheren voor het Leven. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. Abortus, zegt dokter Kiebooms, leidt soms tot medische verwikkelingen, maar dikwijls tot schuldgevoelens. Het meest gevreesde is het post-abortiesyndroom. De vrouw weet dat zij zwanger is. Zij wordt daarna aan haar lot overgelaten en niemand helpt haar nog dan, want zij heeft toch de vrije keuze gemaakt. Zij was het degene die gezegd heeft, ik wil absoluut deze abortie. Intussen is dat niet zo. Zij is gedwongen. Zij is in verlatenheid gedwongen door haar familie en zij wordt daarna aan haar lot overgelaten. Iedereen keert zich op haar. Een vrouw bij wie een medische complicatie dus de zwangerschapsafbreking rechtvaardigt. Bijvoorbeeld een dame met een ernstige hartafwijking, voor wie het verder laten verloop van de zwangerschap eventueel gevaren zou inhouden. De aanwezigheid, de diagnose van fatale afwijking kan aanleiding geven tot schuldgevoelens achteraf. Dus de vrouw zal voelen dat zij ergens niet fair is geweest tegenover haar foetus, die zij reeds aan het ervaren was als zijnde een kind. Dus terwijl de vrouw die een abortus aanvraagt omwille van een sociale problematiek meestal, ik zeg wel meestal, die foetus nooit als kind heeft ervaren, nooit als kind heeft geaccepteerd. Het gaat hier om een zwangerschap. Ik ga niet te ver door de uitdrukking te gebruiken, een gezwel dat eigenlijk niet behoort tot haar eigen persoon. Dat voor haar nog altijd vreemd is. De foetus is nog niet geaccepteerd als kind. En als die foetus of dat embryo dan op dat stadium wordt verwijderd, wordt vernietigd, geeft dat niet aanleiding tot schuldgevoelens. Hier zie je een oogkas. Een echografie van een foetus van 23 weken in het ziekenhuis van de VUB in Jette. Wanneer ontstaat menselijk leven, een menselijk persoon? Een vraag die al eeuwen oud is en waarop ook de wetenschap maar geen eensluidend antwoord kan geven. Een strikte wet verwoordt aan de bevolking dat ze een mens in wording, dat ze aan een foetus een hoge morele waarde toekent. Of een foetus of een embryo een mens in wording is, dat is een van de zaken waar men eigenlijk niet moet over discussiëren. Daar moet iedereen akkoord mee gaan. Een handje. Ik weet niet of je het gezien hebt, de vingertjes. Moet ik ze moeilijk volgen? De wetenschap heeft aangetoond dat bepaalde eigenschappen, gevoelens, zich zeer geleidelijk aan in de loop van de embryogenese ontwikkelen. Ik kan u dus zeggen dat pijn, en ik ben blij van dat te vermelden, dat pijn waarschijnlijk slechts wordt ervaren door een foetus vanaf 23, 25 weken zwangerschap. Professor Ami wil namelijk reageren tegen de zwaar omstreden Amerikaanse anti-abortusfilm The Silent Scream, De Stille Schreeuw. Daarin willen de makers aantonen dat een foetus van 12 weken zijn pijn uitschreeuwt en zich wanhopig verzet tegen zijn afdrijving. Het niveau van het hartje nu. De
mensen zelf, dat ze zeggen diegenen die rondstaan, geven zich wel rekenschap van hetgeen er gebeurt en zijn er zeer sterk van, over het algemeen zeer sterk van onder de indruk, wanneer het een zwangerschapsonderbreking betreft, laat ons zeggen na de 14e of na de 15e week, omdat dan de fetus niet meer in stukjes, in kleine stukjes getrokken wordt, maar dat men dan geconfronteerd wordt met een menselijk gezicht, dus te zeggen een fetusje, dat nog een paar keren tracht te ademen en niet kan ademen en dan sterft, hetgeen meebrengt dat een aantal verpleegkundigen of vroedvrouwen of geneesheren die eigenlijk zelf geen groot principieel bezwaar zien tegen een zwangerschapsafbreking het nogal dikwijls op den duur niet meer kunnen zien. Wat wil dat zeggen? Wel, dat is de psychologische manifestatie, de psychologisch bewijs dat er daar iets aan de gang is dat eigenlijk zeer belangrijk is. En dat men bezig is met het levensverhaal van iemand zoals u en ik brutaal stop te zetten. En dat is de knoop van de zaak. Het is niet omdat een embryo, voor wat mij betreft, eigenlijk veel meer een potentiële mens is dan een mens. Dus een mens in wording, maar dan op het vroegste stadium. En dat heel wat nog nodig is vooraleer dat men werkelijk kan spreken van mens. Dat ik daarom een dergelijk potentieel zomaar ga vernietigen. Dus voor wat mij betreft is dat telkens een dilemma. En ik denk dat voor iedere persoon betrokken bij hulpverlening op dit ogenblik, dat hetzelfde dilemma betekent. Op het goede adres, dan kunt je een zwangerschap laten onderbreken en als dat op het goede adres is, niet waar, dan duurt dat 15 minuten of nog niet misschien. Dat is de technische oplossing. Maar het is een technische oplossing voor een zwaar menselijk probleem. Ik denk dat het opdat een vrouw naar een arts zou komen, zou melden dat zij geconfronteerd is met een ernstig probleem, zou verzoeken om een abortus, dat dit heel wat introspectie heeft gevergd vooraf, vooraleer dat de vrouw de moed zal hebben van over te gaan tot die concrete vraagstelling. In de regel is de problematiek, in de regel zei ik, goed doordacht en is de vrouw tot het besluit gekomen dat dit de minst slechte oplossing betekent voor het probleem waarmee ze geconfronteerd is. Als zij dan het blijk geeft van de rationalisatie van haar probleem, als van oordeel is dat dit inderdaad de enige oplossing is die kan worden weerhouden, en als zij in het gesprek dat ik met haar voer blijk geeft van het feit dat zij die zwangerschap totaal verwerpt, dat er nooit sprake is geweest van het beleven, van het interpreteren van het embryo of de foetus als zijnde een kind, dan ga ik in op de aanvraag die dus wordt geformuleerd. Dan beschouw ik dat inderdaad de minst slechte oplossing is voor dat probleem. Alles samen moet ik u bekennen dat na al de discussie die erover geweest zijn en al de voorstellen die erover gedaan geweest zijn en die men kritiseert van de ene kant of van de andere kant, die waar dat ik persoonlijk het nog niet gebracht heb tot een verwoording van een wet die ik als ideaal zou aanzien en die zou toepasselijk zijn op alle gevallen, zodanig dat men
tenslotte niet meer op zoek gaat naar een ideale oplossing, maar dat men op zoek gaat naar de minst slechte. En dat is de huidige wet niet. De huidige wet, ik denk, zonder nu te gaan jagen op mensen, of te willen jagen op mensen die dit of die dat misdaan hebben, denk ik dat er aanleiding bestaat om die wet op een meer uniforme manier toe te passen. Meer straffen dus? Wel, meer straffen. In elk geval op een meer uniforme, manier en bijvoorbeeld ingrijpen in situaties die manifest overdreven zijn of manifest niet gerechtvaardigd zijn, laat het ons zo zeggen. Dit verhaal. Zaterdag 14 oktober. Aan de rechtsfaculteit van de Universiteit van Namen houden tegenstanders van de liberalisering van abortus een colloquium over de abortuswetgeving en praktijk in de ons omringende landen en de Verenigde Staten. Een van de sprekers is CVP-senator Achille Diegenant. Hij vertolkt de overtuiging van zijn partij. Want het is onze overtuiging dat in België op dit ogenblik, en misschien iets geonnuanceerd, een recht op abortus wordt voorgesteld van de eerste dag van de conceptie tot de dag voor de geboorte. Dit is uiteraard iets, dames en heren, waarvan ik mij afvraag of dit overeenstemt met de diepe overtuiging, met de gevoelens, het respect voor de mens dat in ons land bij de bevolking leeft. Mesdames, messieurs, fidèle à ma parole, je souhaite longue vie à ce gouvernement. Mais je voudrais en même temps dire qu'il doit être de notre volonté à tous. Et là, je crois que les organisateurs comptent aussi sur vous, que ce projet Herman Michielsen ne passe pas. Ik denk dat men door te trachten, misschien nog te verfijnen, misschien nog te verbeteren tijdens de gang door de twee kamers van dit wetsvoorstel ook de zaken weer op de lange baan kan schuiven. En dan blijft, dan geloof ik niet dat dat een overwinning is voor het recht op leven. Dan geloof ik dat dat een overwinning is voor het voortduren van de hypocriete toestand waarbij de zaken toch gebeuren. Maar met het oogluikend toezien van de rechterlijke macht, wat een kwalijke zaak is in een democratisch land. Aan de orde is thans de stemming over het voorstel van wet betreffende de zwangerschapsafbreking. 102 leden hebben ja gestemd, 73 leden hebben nee gestemd, 7 leden hebben zich onthouden. Bijgevolg is het wetsvoorstel aangenomen en zal het aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers worden overgemaakt. Wat u in dat verband zeker nog moet weten, dames en heren, is dat volgende zondag in het programma De Zevende Dag over het abortusvoorstel gediscussieerd wordt tussen mevrouw Herman Michielsens, PVV en mede-auteur van het voorstel, en CVP-voorzitter Herman van Rompuy. Zondag dus in De Zevende Dag.